Goedemorgen. Ik zat even het raam op ventilatiestand. Lekker gedoucht. De meesten klagen hier over de douches. De buren hadden koude douche. Helene had een koude douche. Ik heb al 2 keer gedoucht. Echt perfect. Mankeert niks aan. Zit de thermostaatkraan aan. Lekker warm. Kan hem goed regelen dus. Dus waar het nou aan ligt? Ja, geen idee. Moet je morgen maar bij de mannen douchen. Dus. Dan kruip ik wel bij jou onder de douche. Maar het is niet koud buiten. Ik vind het zelfs een beetje warm. Volgens mij wilde het een graad of 18, 19 worden. Wel heel erg bewolkt. En het heeft geregend. Dus nou. Maar als het voor de rest van de dag droog blijft. Dan teken ik ervoor. Misschien even kijken wat we vandaag gaan doen. Wat wordt het vandaag? Grotten bezoeken. Of Maastricht. Een van die twee, zoiets zal het wel worden. We gaan in ieder geval weg van de camping, denk ik. En als het weer mooi weer is, dan kunnen we dan wel relaxen voor de tent. Hebben we gisteren. Ja, maar even dat wil. Onze airfryer heeft het zojuist gisteravond, denk ik, begeven. Hij wordt nog wel warm, maar. Broodjes moeten we omdraaien. We horen hem niet meer. We horen hem niet meer, dus er zit geen lawaai meer in. Op zich wel prettig, maar het is niet helemaal goed. Heb je goed geslapen, Daan? Ja? Ja. Heb je nog last gehad van de regen? Niks, hè? Ik heb ook niks gehoord. Ik heb oordoppen ingehad. Ik niet. Ik heb gewoon geslapen. Kacheltje ligt mooi te snorren. Dat is maar stukje faker. Maar jij zou toch die broodjes halen? 1, 2. Oh. Eenmaal. Dat is een olden kaas, ham, oftewel een geïmproviseerde tosti. Wil jij koffie? Hamkaas. Ja. Oeh, lekker. Ik wil graag een bakje koffie. Mama, ik ook wel. Niels is sinds kort aan het werk en lust ook koffie. Mama, mag ik ook koffie? Ja. We gaan ervan uit dat dit de laatste bui is van deze vakantie. Wat denk jij, Daan? Ik weet het niet. Verbouwing, plaatselijke verbouwing. Waarom? Gijs, wat gaan we doen? Geen idee. Naar het dorp. Naar België. Zie je hoe Moris lopen? Naar België. Yes. Nou Hans, wat gaan we doen? We gaan naar Maasmechelen. Maasmechelen Village. Kortom, het kost weer geld. En waar zijn we? In België. Bij? Weet je het nog? Die staat je wel. Die vind ik wel mooi. Dit is ook gooi in de fik. Ja, maar moet je dan elkaar zeggen dan? Ja, paas. Nummer 6 begint met zo'n normale bal. Oeh. Gijs, dan gaat hij in de prak. Net even bij de Albert Heijn geweest. We zijn nu weer terug op de camping. Daar gaat man lief even kopen. Gehaktballen. Veel gehaktballen. Nou, wat gaan jullie doen, jongens? Springen! Springen. Geen trampoline. Niels gaat wat drinken. Ik ben zo bier drinken dat het blikje van vorig jaar 22 is. 11, 22.
Even een sneak preview naar de balkjes. Kijk eens. Dat ziet goed uit. Zeer goed. Proost. En maar proppen, maar proppen. Ja. Moedersjong kan verder stijgen. Goedemorgen allemaal. Ik kom zojuist terug van de douche en ik had eindelijk warm water. Ik was iets vroeger in de hoop dat de meeste mensen nog sliepen. Nou, en dat heeft effect gehad. De baas komt er nu aan. Die heeft zich ook gedoucht. Goedemorgen. Nou, ik vertelde je dat ik eindelijk warm water had. En voor de derde keer niks mis meer met de douche. Heerlijk douche. Hans heeft een nieuw outfitje. Camping outfit. Maar... hij zit als gegoten. Ik vind het nog niet mooi buiten. Het regent. Doei. Onderweg naar de gemeente Gros in Valkenburg. Het weer is vandaag een beetje... troosteloos. Ze zeggen dat vanmiddag de zon er nog door gaat komen, maar... ik betwijfel het. Dus we besloten dat we daarheen gaan. We hebben twee keuzes: of met een treintje of lopend. Nou ja, de voorkeur voor de kinderen is natuurlijk met de trein. Uur is hier. Volgende abfahrt. Nexus abfahrt. We moeten nog even wachten. Niels, hoe laat is het? 12:03. Dus we moeten nog 20 minuutjes wachten. Een hele goede middag. Op deze bijzondere zaterdag. En nogmaals, alles binnenboord houden. Steek niets buiten de omheining van de trein, want de muren kunnen dus echt heel dichtbij komen. Foto's maken, filmen is toegestaan. Maar hou alsjeblieft de camera binnen de omheining van de trein. Zal ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Ferry. Ik ben jullie gids, chauffeur, machinist. En dan gaan we een ritje maken op deze bijzondere zaterdag. In een gangenstelsel dat gemaakt is door de mens. Nederland kent namelijk geen natuurlijke grotten, alleen gemaakte grotten. En om dit te maken is er materiaal uitgehaald. We noemen het materiaal mergo. En de beste laag van die mergo die kun je gebruiken om daar bouwsteen van te maken. Voor het bouwen van huizen, kerken, kloosters, kastelen, boerderijen, bruggen. De stadsmuur hier in Valkenburg hebben jullie misschien gezien. Die is van mergo. En jullie gaan... Dag, tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Ik neem gewoon een uitsmijter. Even lunchen. Oh, het goede leven en het slechte weer. Lekker hoor. We hebben even een Ray-Benny gescoord in plaats van een Ray-Ben. Een Ray-Benny. Ja, echt een... voor 8 euro, voor maar liefst 8 euro. Een Hema-Ben. Een Hema-Ben. Een Hema-Ben. Deze was het? Nee, deze. Oh ja, nou moet je even kijken. Kan dit? Hoi.
ding. Nou, hoe was de vaart? Schöne vaart. Ja, goede vaart. Ging goed? Ja. Ging mooi? Ja. Mooi. Oh, dan moet je volgende keer achterwater aan gaan. Ging goed aan? Wat? Ging goed? Gijs, wat heb je vandaag allemaal al gedaan? Ik heb gerotterd, ik weet niet hoe dat heet. Het iets precies met dat tjoepen of zo. Met tjoep, was het? Ja, tjoepen. Met zo'n band ga je zo stel naar beneden. Ja. Goedemorgen allemaal, vandaag alweer zondag. Tijd vliegt. Net een ontbijtje op. Met een natte lepje zit er rond. En de zon schijnt, dus... En wat voor een? Oh, heerlijk in de zon. Dat frust, dat groeit hier ook als een gek. Dat maakt het campingleven dan wel weer leuk. Maar zo gaan we eens één druppel regen... inpakken weg, weet je. Ik was toch al klaar? Ik heb al gestofzuigd en al. Ja. Ja, dat klopt. Wat doen we weer? Dat doen we al niet. Dat is niet helemaal raar. Jullie lozen zelf ook raar. Ja. Nou, we gaan vandaag doen. Die is gewoon jaloers. Niks. Op mijn stofzuiger. Ja. Ik pak straks de andere stoel er nog bij. Je moet nog kijkkabels aansluiten. Ik moet nog even een kijkkabel aansluiten. Goed, dat is ook allemaal. Nee, maar ik ga helemaal onder de wc. Ja. En dit is nou een dagje rustig op de camping zitten, zonder iets te doen. En wat doen ze? Ze slopen met de hele hut. Kijken wat de heren aan het uitspoken zijn. Wil je wortelen? Ja. Televisie. Hang hem even op. Wie hang je op? Perfect. Ja, is wel goed. Ik zeg niks meer dan. Hoe heb je dat nou gedaan? Aan het touwtje. Okay. Yes, we zijn hier bij de eerste campingactiviteit. Het voetbalspelletje. Onze jongens doen daar mee. Het staat 4-4. Dus het is super spannend te doen. Ga even opletten. Oh. Ja. Goed. Ja. Ik ben blij dat dat geen kijkers zijn. Het was hartstikke leuk om te doen. Beetje warm wel. En wij gaan nu lekker even uitrusten. En we zien jullie bij de volgende activiteit van de camping. Wat een fantastisch weertje is het. Tafelbarbecue. Die gaan de handen even klaar een keer, man. Gaat goed. Smaakt lekker allemaal. Zelfs de eerste keer dat we barbecuen dit jaar buiten. Ja, dat is ook zo. 600 meter. Normaal doen we er binnen. Nee, dat is op het emmetje. Wordt gekocht in België. Man. Een Belgische tuinhandelaar. Maar al veel plezier gehad van het emmertje. Alleen even exerceren met de televisie. Die hebben we opgehangen. En het touwtje. We proberen even via een van de casting systeem proberen om met de laptop verbinding te maken. Wil nog niet lukken. Dus ik denk de HDMI kabel erin dat het dan het probleem op is gelost. Dat weet ik wel zeker. Dus de dopinda's komen op tafel. De drank komen op tafel. We gaan aan de Red Pushkin.
Ik haat PSC. We gaan aan de Red Pushkin. Watermeloen. Watermeloen met 7-Up. Mixen met 7-Up. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje. Abonneer je op ons kanaal. En met het belletje mis je niks.